Ik zit rechtop in mijn bed om mezelf te dwingen om eruit te gaan. Het is 9:15 en ik wilde vanaf 9:00 ochtends aan tafel zitten en aan mijn scriptie werken. En ik ben dus al net iets te laat. Ik heb het Kitty. Oh, ik heb het moeilijk, want ik wil eigenlijk nog eventjes lekker liggen. En het is echt een soort van standaard dat ik dan zeg maar 's ochtends eerst al mijn YouTube-filmpjes kijk voordat ik mijn bed uitga. En dat heb ik nu gewoon nog niet gedaan. Maar ik ga het ook niet doen. Hallo, lieverd. Hi. Oh ja, lekker voor het beeld. Ja, je bent nu lieverd. Ja, je bent lief. En ik ga even een ontbijtje maken. En poesje heeft maar een misje. Ja. En dan ga ik achter de computer zitten. En ik heb gisteren tegen Nick gezegd, ik wil 20 pagina's hebben vandaag. Ik heb er pas 4. Dus... Oh, ik heb er pas 4. Oh, ik schaam me. Echt erg. Maar ja, ik moet er dus nog een hele hoop bij zien te fixen vandaag. Ik heb 3 boeken. Ik ga een hoop lezen. Ik hoop gewoon dat het goed komt. Ik hoop dat ik, als ik eenmaal bezig ben, dat ik het te pakken heb. En anders wordt het een lange dag. Want ik moet gewoon 20 pagina's hebben, poes. Ja, ben je lekker aan het knuffelen. Altijd als hij doorheeft dat ik wakker ben, dan komt hij echt gelijk bij me knuffelen. Ja. Nou, oké, aan de slag. Ontbijt, scriptie, hoppa. Ik heb me aangekleed. Ik heb een high-waisted zwarte jeans aan. Dit topje is van de Zara, maar die is al wel van vorig jaar. En dan een lang vest. Gewoon cozy, want ik moet vandaag alleen maar relaxen. Of eigenlijk, ik moet me relaxed voelen om... dat klinkt vaag, maar jullie snappen wat ik bedoel. Het moeilijke is alleen, ik heb gisteren superveel leuke cadeautjes gehad van die meiden. Die kwamen eten. Alleen het zijn dus allemaal cadeautjes die ik eigenlijk niet mag. Nou, niet allemaal. Dat is dus echt super grappig. Want we hadden het er dus zaterdag met het personeelsuitje over om samen te gaan eten. En toen zei ik, ja, dan moet ik echt bij de supermarkt wel een aansteken kopen. Anders kan ik nog steeds mijn kaarsjes niet aansteken, bla bla bla. En toen kwamen ze dus gisteren. En toen hadden ze een aansteker voor me gekocht. Vet lief. Want ik was hem echt gewoon weer vergeten. En dit is echt zo eentje. Die is echt vet luxe. Die kan echt alle kanten op en zo. En, te erg. Deze chocoladeletter. Chocoladepepernoten. En deze 2 kaarsjes. Dat zijn geurkaarsjes. De rode was voor kerst. En die andere was gewoon lekker. En ik heb nog 2 bloemetjes gehad. Alleen die heeft Pep alweer ongedonderd. Dus het lag alweer over de hele vloer. En ze zijn nog helemaal nat. Dus daar moet ik even een plekje voor verzinnen. Ik heb de vloer net gedroogd. En heel fijn dit. Heel fijn. Nee, maar ik hoorde hem al. Ik hoorde iets op de grond vallen. En toen dacht ik, oké, dit klinkt als glas. Dit zal wel de vaas met de rozen zijn. Want hij ging gisteren ook al helemaal los op de rozen. Dus die moet ik even... Ja, eigenlijk kan ik ze het best in die zetten. Omdat ze dan, zeg maar... Ja, het zijn er 2. En in een vaas is dat een beetje gek. Dus ik denk dat ik eventjes die bloemetjes eruit haal en dan ga ik ze daar even inzetten. En het is allemaal studieontwijkend gedrag, zodat ik nog steeds niet met mijn scriptie hoef te beginnen. En het ondertussen volgens mij al bijna 9:45 is. Ik ben ondertussen al zo'n 1,5-2 uur goed bezig. En ik heb het wel aardig te pakken. Vooral omdat ik een klasgenootje gesproken heb en die heeft me echt heel erg op weg geholpen. Want ik zei ook tegen haar, ik zeg... Zij heeft haar scriptie al ingeleverd, is ondertussen al afgestudeerd met een dikke vette 8. Helemaal geweldig, echt. Maar dat ik ook zei van, ja, ik weet gewoon niet hoe, ik weet niet waar ik moet beginnen en hoe de verdeling is, weet je wel. Denk ja, als ik dan mijn theoretisch onderzoek heb gedaan en je gaat die interviews doen, moet je die interviews daar dan in verwerken of staan die daar weer los van? En je moet ook nog een of andere inhoudsanalyse en wat houdt dat in en hoe doe ik dat? Ja, daar hebben we het echt rustig over gehad. Ze heeft maar me haar scriptie gestuurd, zodat ik ook een goed voorbeeld heb. En ze zei al gelijk, schat, 20 pagina's. Nou, ze zei geen schat, want dat zou ik zeggen. Maar ze zei 20 pagina's. Theorieonderzoek is echt too much. Je scriptie moet ongeveer 40 pagina's zijn. En als jij daarvan de helft theoretisch onderzoek hebt... Nee, weet je, theoretisch onderzoek is de basis, dat is het begin. Maar daarnaast zijn de interviews en je inhoudsanalyse veel belangrijker. Dus ze zei, hou het ongeveer op 10. 11, 12, maar dat is een beetje de max. Dus dat is wel relaxed, want ik had dus het idee van... Hoe ga ik hier in vredesnaam zoveel meer bij vinden, weet je? Ik heb nog 2 boeken. Ik ben nu in deze bezig. Die gaat al, nou, ik ben er niet echt op de helft. 1/4, denk ik. En dan heb ik er nog eentje en die ga ik nog uitlezen. Maar ik denk, hoe haal ik daar nog zoveel pagina's uit? Maar dat hoeft dus helemaal niet, want ik zit nu op 6 pagina's...
En ik hoef er dus nog maar, nou ja, zeg 6 bij of zo. Ze zegt 10 is echt genoeg, maar ik kijk gewoon, ik ga er gewoon nu loslaten hoeveel pagina's. Ik ga die boeken uitlezen, ik ga daar uithalen wat interessant is. En dan kijk ik hoeveel pagina's ik heb. En het fijne is, ik wil dat eigenlijk proberen om deze week af te krijgen. Ik denk dat vandaag niet heel reëel is. Al zou ik echt keihard... Ik ga echt keihard door, hoor. Ik heb nu te pakken, deze dag bestaat alleen nog maar uit scriptie. Maar ik bedoel, ja, 2 boeken lezen in 1 dag. En dat dan ook nog allemaal in je eigen woorden zetten, opschrijven en één geheel van maken. Is wel erg hoog gegrepen. Maar ik heb vrijdag in ieder geval nog een hele dag hier met Birdie. En ik heb net ook wel tegen haar gezegd dat het goed ging. En dat we elke keer zeggen dat we aan de slag gaan, maar we doen het niet. En dat ik dat echt wil, want anders kunnen we beter vrijdag niet afspreken. Want dan heb ik er alleen maar last van. En toen zei ze, nee, je hebt gelijk. We gaan echt aan de gang en het komt goed. En ja, dat vind ik heel fijn. Want zoals nu, ik heb heel veel geschreven. Maar het is wel fijn als je dan ook iemand hebt met wie je even kan terugkoppelen. En soms is... Ik heb dus nu serieus zo'n moment. Dat is zo'n heerlijk moment dat je echt iets vindt in een boek. Dat in principe gewoon bam, gewoon jouw onderzoeksvraag beantwoordt. Echt zo fijn. Het is echt een stukje hemel gewoon. En dan te bedenken dat ik dit boek net bijna weg had gelegd. Omdat ik dacht, volgens mij staat er niks boeiends meer in. En dan vind ik dit. Dit beschrijft echt precies hoeveel bloggers echt journalistiek zijn in Nederland. Ha. Het is 1:05 en ik ben ondertussen denk ik een half uurtje gestopt. Ik heb mijn boek uit. Yay! Het was gelukkig, de laatste hoofdstukken waren niet meer heel erg toepassing. En ging vooral over het bedenken van Google en wat dat voor gevolgen heeft gehad. Wel interessant, maar niet voor mij heel erg toepasbaar. Dus ik heb even een beetje huishouden gedaan. Ik heb gestofzuigd en de kattenbak verschoond. En het is nu echt weer mooi clean in dit huis. Wat ligt daar? Oh, dat is zijn drinkbakje. Huh? Huh? Hoe moet ik dit aanwijzen? Ja, zijn drinkbakje. En hij ligt nu hier voor Pampus. Maar ik ga nu even boodschappen doen, want ik heb geen avondeten in huis. Dus dat moet ik even halen en dan kan ik gelijk even ook weer wat gezonde snackjes halen. Want ik ben gisteren echt superveel, was dat gisteren? Nee, eergisteren superveel vergeten. Superveel. Echt in principe alle dingen die ik zeg maar had opgeschreven, zo van die zijn nodig. Die heb ik niet gehaald, alleen maar omdat ik gewoon mijn briefje was vergeten. Dus die ga ik nu halen met gelijk wat avondeten. Trouwens, de rozen nu gewoon bijgestoken. Dat vind ik ook echt wel heel leuk. Ik vind ze echt heel leuk staan. Oké, ik hoop dat ik nu niks ga vergeten. Maar het maakt ook niet zoveel uit. Boterhamzakjes. Aansteker heb ik dus al van Maaike en Jikke gehad. Dus dat scheelt. Ik weet gewoon niet waar de briefje is. Ik verdenk eigenlijk Nick ervan dat hij hem weg heeft gegooid. Maar ja, we gaan het wel zien. Ik ga gewoon naar de supermarkt. Oh ja, olie. Olijfolie moest ik kopen. Nou ja, dat soort dingen. Zeg maar dag. Dag. Er is een ongelukje gebeurd. Ik ben dus altijd vet nieuwsgierig wat er dan gebeurd is, hè. Volgens mij valt het mee, want ik zie alleen een jongen en een meisje met 2 fietsen. Oh, het meisje fietst alweer weg. Oh, je hoort er dan misschien toch niet bij. Ik weet het niet. Ik ga er waarschijnlijk niet achter komen. Ik dacht dus vet slim, ik neem deze tas mee, want er zitten alle lege colaflessen in. Sta ik bij de kassa, 3 keer aan, hè? Heb ik die colaflessen nog steeds in. Dus alle boodschappen op de colaflessen gedouwd. Er zit er echt iets van 10 in of zo, dus dat was echt proppig. Niet zo handig. Maya! En ik heb bloemetjes. Eten is klaar! Het is 6:45 en ik zit even op de bank. Ik zit de vlogs te editen. Van vrijdag, zaterdag, zondag. Zodat ik dat niet meer hoef te doen. En Nick is naar de kapper. Hij heeft dus nu zo'n abonnement. Hier in Veenendaal bij een kapper. En dan kun je dus voor €18 per maand, geloof ik, zo vaak als je wil. En ik ga me zo nog een beetje opfrissen. Want ik ben dus een beetje nat gemiezerd. En dan ga ik even mijn haar doen. Want dat heb ik de hele dag al een beetje saai opknopt. En dan ga ik zo naar de radio. Ik hoop dat Nick op tijd terug is. Dan... Tijd voor de radio. Nick is al in slaap gevallen. Hij ligt op de bank. Dus ik ga even snel de vlog afsluiten en hem naar boven schoppen. Ik sta eventjes bij de afzuigkap zodat ik wat licht heb. Maar ik heb het heel gezellig gehad bij de radio en nu gaan we lekker slapen. Bedankt voor het kijken. Doeg.
Goedemorgen, het is 9:15 en het is tijd om op te staan. Ik moet namelijk om 1:00 werken en voor het werken wil ik nog wel het een en ander doen. Ik lig weer.